Welkom bij een nieuwe video. En dit is een puzzel van Jan van Haasteren, 1500 stukjes, uitgegeven door Seaco, een puzzelfabrikant uit Amerika. Tekenaar is ook Jan van Haasteren en verschenen in 2016. En je ziet hier de naam In the Kitchen, in de keuken. In het Nederlands heet hij De Keuken, als ik het goed heb, helemaal officieel. En is deze zeldzaam? Nou, je ziet hem niet zo heel vaak. En je kunt hem natuurlijk wel krijgen. Ik heb hem zelf via Marktplaats voor €50 kunnen kopen. Vaak moet je hem toch uit Amerika halen. En heb je invoerrechten en dan moet je een hele tijd wachten. Verder de puzzelstukjes die je ziet. Dat is ook altijd anders, want de puzzelstukjes die hebben andere vormen van de Seaco puzzels. Zijn vaak ook wat dunner, blijven minder goed in elkaar vastzitten. En hier zie je die hele rare vormen, super leuk om te maken. Ik zei altijd, ik hoop dat Jumbo dat ook nog ooit weer eens gaat doen. Wat kunnen we hier nog verder van zeggen? Het nummer van de puzzel 3401-34. Er zijn trouwens 5 puzzels van 1500 stukjes door Seaco uitgebracht van Jan van Haasteren. Die beginnen allemaal met 3401. Maar al die nummers die zijn niet opeenvolgend. Geen idee wat daar de reden voor is, maar dat is nou eenmaal zo. En de keuken trouwens ook nog in allemaal andere formaten uitgegeven. 500 stukjes, 1000 stukjes, een XL variant is er ook verschenen. Leuk voor de verzameling. Weer een Seaco puzzel.